Goedenavond. Ik ben nog even de boel aan het organiseren hoor. Het zit daar veel vertraging op, hè? Ik heb hier weer. Ik ga even een stukje papier pakken, want dat vind ik irritant. Dat schittert zo. Maar ik moet licht hebben, anders dan zie ik zelf niks. Zo moet het weg zijn. Goedenavond allemaal. Ik wacht nog heel eventjes. Er zit echt onwijs veel vertraging op mijn computer. En de live. Dat is irritant, hè, die witte streep daar. Dat is gewoon, ja, vind ik vervelend. Het zit hier ook nog een beetje op, zie ik. Ja, goed. Ik hoop dat het zo. Zullen we maar gaan starten, want het is 8:03. Ik hoop dat de mensen. Hoi, hoi. Dat de mensen me kunnen vinden, want er waren er al die dachten dat ik al geweest was. Maar we gaan beginnen. Missies. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben. Jullie zullen vast al wel voorbeeldjes voorbij zien komen hebben. En ik ga vanavond de missies laten zien, wat er is. En ook nog een paar handigheidjes voor jullie, voor degenen die het nog niet weten. Want er zijn een paar puntjes bij die je wel even goed in je oren moet knopen. Ik ga beginnen met de missies stempels. En ik kwam er net eigenlijk erachter. Oh, chips, ik heb helemaal geen voorbeeld. Dus ik heb gauw even een missie gestempeld. Missies heeft Melanie, Tatjana en Miranda. Als je Melanie niet in je collectie hebt, kan je niks doen met Tatjana, kan je niks doen met Miranda. En waarvoor niet? Melanie. En dat ga ik jullie even laten zien. Die heeft als enigste het lijfje. Dat is dit gedeelte. Ik zal het er even uithalen, want het is misschien iets duidelijker. En die heeft als enigste de basis van het haar. Nou, Karen heeft ons al geleerd van je moet hem weggooien op je papier. Dan kun je hem oppakken en dan kun je ermee stempelen. Een handigheid tipje is. Zal ik hem even aan de andere kant mikken? Dat je, en ook dat heb ik van haar. Ze heeft ons even uitleg gegeven hoe of wat. Dat je dus even, zodra die op je stempelblok zit, even hierop moet houden. Kijken van, ben ik gelijk? Dan is die goed. En dan kan je dus de gezichtjes van alle drie de setjes daar verder op stempelen. Nou. En deze heeft dus ook, hoe heette ze namelijk weer? Melanie. Oh ja, hier ligt ze. Melanie heeft ook als enigste de basis van het haar. Dus dit gedeelte en het lijf, hoofd, dat heeft alleen Melanie. Kijk, en dat kan je vervelend vinden, maar aan de andere kant, en daar is best wel goed over nagedacht, als je Melanie nu eenmaal hebt, dan pak je er een nieuwe bij, die koop je dan. En dan zeg je van, oké, ik vind dat haar leuk. Of ik vind van die grote dotjes, weet je wel, leuk. Of mij doet het eigenlijk een beetje denken als dat Snapchat gebeuren, weet je wel. Dat ze van die oren ineens hebben. En ze hebben allemaal verschillende oogjes. Ze hebben allemaal verschillende oorbellen, kettingen. Er zitten brilletjes bij, twee. Er zitten mondjes bij. Ik vind dit een heel bescheiden mondje, maar er zit er ook een, die steekt de tong uit. Die is aan het zingen. Ja, er zit heel veel op. Dus je kan alles bij elkaar mixen. Dat is wel weer heel fijn. En dan zit er ook nog, en dat heb ik dan zelf nog niet gedaan, maar die zitten bij de die-cuts, bij de stansen, daar zitten ook gezichtjes. En mondjes. En oorbelletjes. En bloemetjes en dingetjes. En die passen ook weer bij deze stempels.
Dus wat dat betreft is daar wel heel goed over nagedacht. Je koopt één keer Melanie. En dan daarna kun je aanvullen met Tatjana en met Miranda. Dat is over die stempel. Ik heb haar dus gestempeld, de basis gebruikt. En nou, ik zal dit even zo laten liggen. Uiteindelijk dat haal ik wel netjes op. Dus dat is het stempelgebeuren. Het hoeft ook niet helemaal perfect aan te sluiten. Dat is loslaten van mij en voor misschien wel meerdere. Maar het is ook zo leuk. Je kan echt allerlei gezichten maken. En allerlei haren en noem maar op. Dan hebben we deze stempelsets. Die zijn ook heel tof. Oh, die zit achter tevoren, zie ik. Dat kunnen we niet lezen. Daar zit dus een meisje bij. Een Missy. En een Missy pet. Een huisdiertje. En daar zitten Hollandse teksten op. En daar zijn, althans ik, ben daar best wel blij mee. Van harte gefeliciteerd. Oeps, dat was niet de bedoeling. Wat leuk. Het is jou gelukt. Zomaar geweldig sterkte. Ach nee, beterschap. Wat vervelend voor jou. Leuke teksten, leuke Nederlandse teksten. Het is weer eens wat anders, hè, als Engels. Ik hoor dat vaak wel eigenlijk van mensen van, ja, maar waarom is er niks in het Nederlands? Oh, ik heb één voorbeeld, die kan ik al wel laten zien. Die heb ik met dit meisje gestempeld. En dat is deze. En daar zit een schutzakje bij. Want in die lijn zitten ook schutzakjes, zitten pailletjes. Ik ga het zo allemaal laten zien. Ik ga deze stempels even opruimen. Dan hebben we natuurlijk ook Engelse stempelsets. Hooray, love you, sorry, oh no, hello, great job, hold on, yes. En dan de kleine teksten erbij. Ben ik ook fan van. Hier staat hij al, hooray, it's your birthday. Moet ik even gaan mikken voor mijn voorbeelden. Want vandaag had ik een kleine sneak laten zien. En dit is gewoon een hele simpele kaart om te maken. Ik heb vijf kleurtjes, een beetje regenboogkleurtjes gestempeld. Hooray. It's your birthday heb ik gedaan met embossingspoeder. De huisdiertjes heb ik met embossingspoeder gedaan. En nou ja, voor de rest was het beestjes uitknippen. Dit is een klein stansje. Even matten op blauw. Klaar is je kaart. Dan heb je ook eens wat leuks voor de jongere gasten. Want ik vind altijd wel... Het is wel wazig, maar dat komt doordat het blinkt. Ik ga dit eens gauw weghalen. Ik vind het altijd wel lastig dat je voor de jonge meiden van 14, 15 jaar of 16 jaar, nog ouder misschien, is het altijd lastig. Dan kom je met een kaart aan met een poesje of een hondje. Ja, dat wordt dus op den duur ook wel een beetje zat. Dus dan is dit gewoon wel een hele leuke lijn daarvoor, vind ik. Dus dit is hooray, it's your birthday. En ik heb hier nog een keer hooray, it's your birthday. Ook weer met een schutzakje. Ga ik dadelijk ook gebruiken hoor. En dit is een rubbel. Dan moet ik even zoeken hoor. Want er zitten drie pakjes rubbels hebben we. En aan de achterkant staat er dan op welke, je wil, welke het zijn. Dus ik denk als je in een webwinkel zoekt. Als je hem aanklikt dat je dan de achterkant ook wel te zien krijgt. Nou, met teksten. En met beestjes. En dit is volgens mij Karen Joan zelf. Want het grappige is, ze heeft zichzelf getekend en ze heeft de ontwerpster van kantoor ook getekend. Kanje Post, wat is Kanje Post? Dat zegt me niks. Is dat om op te peppen of iets? Of, nou goed, misschien lees ik dat dadelijk wel. Dus ze heeft iemand van het kantoor die samen met Karen Joan de boel ontworpen heeft. Oh, kijk nou, deze is eraf gegaan. Die zat hier. Die heb ik niet goed vastgeplakt. Die moet nog terug. Die zal ik even daar leggen. En toen, die heet... Oh, wij zeggen altijd G. Oh. Geanne. En Geanne ga ik vanavond ook gebruiken. Vond ik zo tof. Hoe krijg je het verzonnen? Dat je gewoon iemand van kantoor, dat je die gewoon na gaat tekenen en samen met haar die lijn doet. Heel tof. Dit is een heel leuk mixed media paper pad. Of een mixed paper pad. Hier zit papier in. Diverse soortjes. Heel druk. Wat rustigere dingetjes. Maar hier zit ook vellum in. En dit is dan met gewoon gekleurd. Wat dus past bij de papiertjes. Maar er zit ook heel veel vellum in met goud.
En dat vind ik zo mooi. Ik ga van de week nog een filmpje opnemen. Met, ja, dat wordt echt een gouden kaart. Dat wordt echt een bling bling kaart. Bling bling voor de meiden. Kijk, hier heb je ook zo'n heerlijke. Spat er helemaal af. Mooie bling bling. En strepen. Don't give up. Heel leuk paperpad. En dan dit paperpad. Dat heeft dus diverse kleurtjes. Daar kan je dus de missies de haren mee doen. Of de gezichten. Want je kan een bruine missie maken. En je kan een Chineesje maken. En je kan een Nederlandse, een blank meisje. Alle kleurtjes kun je maken. Dus dat is hartstikke leuk. Heel goed over nagedacht. Nou, dit is voor cardmaking en other projects. En nou, hier is al behoorlijk wat uit, want ik ben bezig geweest. Kijk, dit is Geanne. Ik zag het gelijk. Ik heb met haar op de beurs mogen werken. Dan denk ik, verrek. Nou, dit zijn allemaal plaatjes en dit is Karen Jones zelf. Tof toch? Geanne en Karen. Ik vind het echt heel leuk. Dit is echt voor het kaarten maken, dit blok. En er zit ook een blok bij en die zijn de plaatjes groter. Kijk. En dan is het meer voor in je journal. Of voor een hele grote kaart. Want ik heb ook al hele grote kaarten ermee gemaakt. Dus dat zijn de blokken. En ik ga zo de kaarten laten zien. Want alles gaat nou door elkaar. Het is één boeltje. Oh, nou hoop ik niet. 1, 2, 3. Oh nee, dat klopt. Bij de Missies Die Cuts. Daar zit een stempel bij. En dat is het verhaal precies hetzelfde. Als met die stempels. Ik weet niet als ik ze zo naast elkaar leg. Ik denk dat het precies gaat. We hebben Betty. We hebben... oh, hoe heet zij nou? Waar kon ik dat nou zien? En Betty. Oh, daar zie ik het niet. Oh ja, Carol. En we hebben Tasha. Oh. Ik zal die even zo leggen. En als je Betty niet hebt... kan je met de andere twee niks. Want Betty heeft het hoofd. Die heeft de basis om uit te stansen. En dit heb je nodig. Je moet het gezicht en het lijf hebben, anders kun je niks. En dat zit dus niet in de andere. En eigenlijk is daar ook weer goed over nagedacht, want dit neemt ruimte in beslag. Doordat dit niet in elke set zit, kunnen ze daar weer andere onderdelen voorbij doen. Er zit heel veel bij. Er zit heel veel soorten haren in. En... armbandjes, er zit een arm bij, er zitten vingernageltjes bij, er zitten stempeltjes bij. Dus weer met de oogjes en de mondjes en teksten zitten erbij, vlindertjes, bloemetjes, beestjes, van alles. En zoals ik het dan bewaard heb, vind ik dan wel erg handig. Ik heb hier gewoon een blad, dit zijn allemaal haren. Paardenstaartjes, een dikke staart, recht haar, kroeshaar. Diadeempjes zitten erbij, die kleine boogjes. Nou, verder is alles haar en dit is girly, een tekst. Dan zit er in. Oh, ik hoop dat het duidelijk is, hoor, want het licht is niet zo optimaal volgens mij voor jullie. En volgens mij blijft het een beetje hangen. Maar hoe hoog is Betty? Deze bedoel je, hè? Nou, ik heb er een kaart mee gemaakt. Die zal ik je even laten zien. Die zal ik even pakken. Dan heb ik ze ietsje verlengd. Volgens mij, of niet? Nee, dat was met stempel. Dit is dus zo'n meisje. En zo'n meisje is lang. Ja, dan ga ik even met de staart mee meten. Dat moet ik natuurlijk niet doen. De strik steekt er nu buiten. 15 centimeter. 15 centimeter is ze hoog. Aangekleed paard. Met haar. Nou heb ik dit haar ietsje verhoogd. Hè, hier. Dus dat kan nog hoger. En je kan ook nog dotjes erop doen. Dus dan wordt het nog groter. Nou, die steek ik weer even terug. En die heb ik niet meer nodig. Nou, wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we als stansjes oorbellen. En we hebben brillen, we hebben hamsteroortjes, we hebben kleding. Dit is voor de kleding en zijn hals, een veehals, nog een kleding. Strikken, strik voor op de schouders, strikjes voor in haar haar. Huisdiertjes, deze zijn ook oorbellen.
Nou, hier heb ik heel voorzichtig, want dit is die hand. Ik denk, nou, dat is wel handig. Armbandje, horloge, armbandje, armbandje. Horloge is Zeeuws. Nagels. Dat rondje, dat weet ik niet meer. Ik denk gewoon simpel een rondje. Ik geloof niet dat dat iets specifieks is. Kan je weer bovenop een strik doen. In principe. Dus dat is hoe ik het bewaar. Hoe ik het makkelijk vind. En dat zet ik ook weer even gelijk terug in mijn bak. Dan ben ik niks kwijt. Die kunnen ook weg. En wat heb ik dan nog? Dan heb ik nog dit. Oh ja. Dit is ook zo'n leuke set. Oh, oeps. Blijft alles aan plakken. Dit is een envelopje. Een enveloppenstansje. En daar kan je ook heel leuk envelopjes mee maken. Kaartjes in stoppen. Maar daar past ook weer gewoon leuk een cadeaukaartje in. Dit, als je deze twee die ik hier vast heb, dan moet je dit er even uitdenken. Deze twee, dan maak je mooi een fotoframe mee. En dan kun je die hartjes daar weer in de midden doen. Of je doet een love hierop. Nou, ik doe alles gewoon altijd een beetje bij elkaar bewaren. En dat vind ik wel zo prettig, dan ben ik niks kwijt. Nou, dit spreekt eigenlijk voor zich, hè. Dat zijn bannetjes en labeltjes. Die, en die hebben jullie vast al gezien. Dat klopt, Ingrid. Het is ook voor jongere meiden. Maar ik zal je heel eerlijk vertellen, als ik zo'n kaart krijg, word ik er ook vrolijk van. En ik ben een wat oudere jonge meid. Ik ben 53. Dus ik zou hem gewoon ook nog heel tof vinden om te krijgen. Maar ik snap wel dat er gewoon meiden of dames zijn die zoiets hebben van... Ja, dat is niet voor mijn leeftijd. Maar ja, we hebben alle leeftijden en we moeten toch voor iedereen een kaartje maken. En je bent zo jong als dat je jezelf voelt. Ja, dat vind ik ook. Je kan heel veel met die missies. Echt waar. Nou, en wat ik wou zeggen over die envelopjes... Die hebben jullie vast wel voorbij zien komen. Ik was van de week, vanmorgen, en ik had hem al eerder gezien. Ik was helemaal om. Ik zeg, wat heb je dat weer tof verzonnen. Want iedereen verzint iets anders, hè, bij ons. Dus we hebben allemaal ons eigen idee. Hebben jullie hem gezien? Alice had hem gemaakt. En die had de basis zwart. En die had dit kraft. En dan had ze dat meisje zwart gestempeld. En washi tape eroverheen. En nou ben ik nooit zo van de precieze naaap. Maar... Ja, ik vond zo'n leuk idee. Ik denk, ja, ik wil jullie toch even zo'n simpel envelopje laten zien. Ik heb het dan met wit embossingspoeder gedaan. En ik heb mijn washi tape heb ik op wit papier geplakt. Als je dit gelijk op het zwart plakt, dan wordt je washi tape donker. Dus een envelopje kan voor iedereen. Er zit geen kaartje in. Dat zover was ik niet. Nou, dit is echt een heel kinderlijk kaartje. Maar vind ik ook een hele leuke. En die heb ik dus met dat kadertje, wat ik net zei, dat is een soort fotoframepje gemaakt. Dan gaan even in een tempo mijn kaarten voorbij komen. Dit is Geanne van kantoor. Die moest natuurlijk eerst gemaakt worden met het vellum. Sequins, laat ik zo nog even zien. En het washi tape laat ik jullie ook nog even zien. Dit is ook één, gewoon met de die cuts. Eerlijk hè? Toen ik dit pas zag, dacht ik, geloof niet dat ik dit leuk vind. En ik ga je eerlijk vertellen, ik ben niet te stoppen. Ik blijf bezig. Ik heb er nu weer een gereed liggen. Ik vind ze gewoon helemaal te gek. Dit zijn wat simpeler, tenminste wat eenvoudigere, laat ik het zo zeggen. En volgens mij mis ik er één, hoor. Maar, oh nee, die ligt daar al. En... Dan heb ik er twee gemaakt. Twee echte missies. Nou, zijn ze niet schattig? Mooi lang haartjes. Heel veel washi tape erop. Want dat vind ik ook leuk. Je moet gewoon durven. Dit is een hele rustige. En ik heb ervoor gekozen om haar er dus los in te doen. Want ja, dan zou ik kunnen kiezen als ik er nog eens een missie maak. Ik kan haar zo in mijn journal doen. En dan doe ik er een andere missie in als ik dat wil. De bril en de oorbellen, ga ik even vertellen. De oorbellen is wel misschien een handigheidje. Dit slingertje, dat vroeg van de week iemand aan mij. Oh, zegt ze, zijn dat oorbellen? In principe is dat
haar halsketting. Maar ik vond de andere oorbellen niet leuk. Deze oorbellen vond ik leuker, die hartjes bij deze. Dus ik heb die lange sliertjes gewoon gemaakt. Ja, ik denk, vroeger had ik dat ook. Dan bengelen die oorbellen. Nou, en dit heb ik gewoon met goudglitterpapier uitgestanst. Het brilletje heb ik met Glossy Accents. Als je dat er dan weer een laagje overheen doet, dan heb je een blinkende bril. Ik zag ook al dat het met modpotjes gedaan werd. Dat heb ik dan niet. Glossy Accents werkt ook. Maar dan heb je een echte bril. Dat is net of je door het glas kijkt. Nou, dit zijn de grotere missies. Ik ga even nog laten zien mijn leuke bakkie. Dit is toch zo leuk. Hier ben ik helemaal gek van. Dit is het schutmateriaal. En waar is het schutmateriaal voor bedoeld? Ik ga het even plat leggen. En we hebben washi tape. Kijk, hier heb ik toevallig nog twee missies liggen gestempeld. Nog niet gebruikt. Nog geen idee met wat. Maar je hoeft ze niet in te kleuren. Hè? Ik ben niet zo'n kijk qua inkleuren met gezichten en dergelijke. Dat vind ik echt moeilijk. Ik bedoel, een beetje, dat wil me nog wel lukken. Of een auto of iets. Ja, een soort van gewenningsproces voor de missies. Dat is inderdaad wel waar. Dat snap ik best wel. Want het is natuurlijk een hele andere stijl als dat we gewend zijn. Maar goed. Washi tape. Dan zullen jullie even zelf moeten kijken. Want ik doe mijn washi tape altijd los. En meestal doe ik er of een touw omheen. Maar ik heb hier in mijn kast heb ik van die stangetjes zitten. En dan kan ik ze daar mooi aanhangen. Dus dat vind ik wel heel prettig. Maar zolang ik met de lijn werk, dan mik ik ze allemaal in een bakkie. Dan heb ik ze lekker bij me. Nou, en dit zijn dus die sequins. Heel leuk om te gebruiken. Dit is allemaal wit en een heel klein beetje. Maar dit zijn vrij grote en kleinere. Dit zijn best grote. Grote rondjes. Er zit nog een gaatje in. Dus je zou, als je ze willen... En gek van borduren ben, was ik vroeger ook, nu niet meer. Dan kan je ze eigenlijk nog aan een borduurwerkje hangen of zo. Of aan een touwtje. Nou, dit is heel mooi, heel fijn. Deze ga ik dadelijk gebruiken, denk ik. Ga even deze apart houden, want ik moet nog een zakje vullen. Nou, roze. Dit is beter qua kleur. Groenig. En goud. Hartstikke leuk. Ik vind hem tof. Mijn lijn is het. Ik ben er blij mee. En nou ga ik beginnen, want ik heb een kaart gemaakt. En die ga ik maken, alleen ik ga hem maken met de... Die vergeet ik bijna. We hebben zakjes en er zitten verschillende maten in. Heel klein en die had ik net op een kaart. Dit is zo'n klein zakje. En er past gewoon zo'n gestempelde missie in. Zie je, heb ik ook niet gekleurd. Maar dat kan heel goed, vind ik. En dan vullen met sequins. Huppakee. En je hebt iets leuks. Dus dat ga ik wel even doen met jullie. Want ik ga even mijn spullen erbij pakken wat ik moet gaan maken. Bam. Oeh, er valt wat. Moment. Er ligt wat op de grond, wat ik wel heel belangrijk vind. Welke ga ik maken? Alleen, ik ga hem net andersom maken. Ik ga deze kaart maken met jullie, als je het leuk vindt. Ik ga geen missie maken, geen grote missie. Dat ga ik volgende week doen. In een andere live. In een andere groep. Maar dat horen jullie wel. Ik ga nu deze kaart maken en dan ga ik hem dus... waarom kan ik de voorbeelden iedere keer niet zien? Of de gesprekken? Heb ik ook last van. Nu gek van missies. Ja, ja, weet je. Je krijgt dat gewoon. Oh, ja. Auto's zijn nooit zo leuk. Hè? Als je die... Ja, jongens. Weet je. Gewoon even sparen. En inderdaad. Sinterklaas komt eraan. Kerstboom. Weet ik het. Was er eentje vandaag jarig. Ik zou mijn best doen om Marianne, geloof ik, en Ellie. Die moet ik omzien te krijgen. Want die vonden ook zoiets van... ik weet het niet. Maar goed. Die zakjes... Er zit deze maat in, er zit een lange soort van boekenleggertje in. Als die gemaakt is, is die dus zo. En die zou ook gewoon op mijn project kunnen hoor, maar
En misschien doe ik dat wel, maar ik vond het eigenlijk, jullie moeten even weten hoe dat moet. Want dat is even een handigheidje. Dus de zakjes zitten ook terug. Dan heb ik alles netjes, hupsa, in de bak. Deze zet ik even hier. Ik geloof niet dat jullie daar last van hebben. Maar dan heb ik een sortiment van voorbeeld wat net andersom moet. Ik ga eerst zo'n zakje vullen. En wat heb ik gedaan? Ik heb dus dit zakje. Is geen last van dat licht, geloof ik, hè? Of wel? Daar nog een beetje. Oepsie doepsie. En die moet eigenlijk gewoon even weg. Dus ik die nou even weg doen. Dan heb ik meer ruimte. Kijk niet naar mijn vieze bureau, want ik ben echt een knoeipot. Alles komt onder de verf. Ik kijk nergens naar. Deze, dat stukje mica, dat heb ik net een beetje kleiner gemaakt. En nog net iets te groot gelaten, zie ik. Je moet hem ietsje smaller houden als dat het zakje is. Waarom gaat hij nou niet? Hij past, het moet erin gaan. Dadelijk heb ik hetzelfde als... Nee, ik wou zeggen, hij moet passen. En waarom doen we dat? Dan heeft je dingetje iets wat meer stevigheid. Vooral als je dit als boekenlegger gaat gebruiken, is dat wat steviger. Anders krijg je echt wel een beetje een slap zakje. Klinkt dat weer een beetje raar, hè? Hallo, er komen er nog binnen, zie ik wel. Gezellig. Nou. Er zit in die kleintjes. Die kleintjes vind ik dus heel tof. Dit vertekent trouwens heel erg, want dit ziet er nou oranje uit. Gelig. Maar in het flesje is het roze. Dus dat vertekent. Dat is in deze ook. Nou, even een beetje. Oeps. Een beetje van die. Die zit van alles wat. Er zit ook een soort van glitter en dat blijft eraan plakken. Dat vind ik wel heel leuk. Dit is hoofdzakelijk wit, maar er zit ook van dat glitterige in. Nou. Zullen we er nog een paar van die grote in doen? Moet kunnen, toch? Zomaar in een bakje bewaren. Komt ze maar. Ups, daar moet je echt wel mee oppassen. Want soms dan gaat hij ineens. En dan, dat zit natuurlijk een beetje klem. Want die zijn vrij groot. Nou, ze zijn er wel genoeg. En als er dan één ineens doorgaat. Is net als met schapen. Als er één schaap over de dam is, dan vliegen ze allemaal door. Heel leuk is om met je dochter of kleindochter te maken. Ook leuk. Ik heb zonen. Twee zonen. Nou, die vinden helemaal niks aan hobby natuurlijk. En zoals ik al zei, ik ben 53 en ik vind het gewoon heel tof. Wat ga ik nu doen? Want er zit wel een sluitingje aan het zakje. Tip van Karen. Of Karin, hoe heet ze? Ik zeg iedere keer Karen. Karin. We doen er een stukje tape op. Moet je het wel op het naadje doen. Ik zat op het naadje van mijn mica. Als je dat nou precies over, over het naadje doet, wat eigenlijk de opening is van het zakje. Zeggen we dat weer heel vriendelijk en leuk. Zo. Dan knippen we die even af. En dan heb je eigenlijk als het ware een extra sluiting. Nou komt dat kleine grutte niet meer doorheen. Even kijken, want als het goed is, gaat die zitten wel zo af. En dan laat ik deze. Deze kan je er dan afknippen als je het wil. Maar ik hou gewoon een dubbele basis. Ik denk dan, nou ja, goed, dan zit het gewoon sowieso dubbel beveiligd vast. Nou, dan vouw je hem dicht. En dan kan je shaken. Zonder dat je foam nodig hebt. Nou, en dat is het leuke, omdat dit nou van die kleine glittertjes, ja, die blijven gewoon zitten. We gaan deze gebruiken. Ik vind deze leuker dan die andere, die is te grof. Nou, wat had ik bedacht? Ik dacht, weet je wat, ik ga hem niet hetzelfde maken, want dat vind ik niet leuk. Ik pak andere kleuren. Dus ik heb nou een beetje, ja, het lijkt blauw. Het is een beetje groenig, turquoise groenig is het. Dan ga ik even goed nadenken, want ik heb deze kan ik er wel op plakken. Ja.
En dan ga ik zo even de maat doorgeven, want dat vergeet ik even. Ik kies even voor de makkelijke manier van het plakken. Dus jullie dat niet heel erg vinden. En dan moet ik even, gaan staan, want anders zit helemaal hoofd in beeld. Want mijn camera hangt vrij hoog, zie ik. Zo. En waarom plak ik hem nou nog niet op de achterste? Ik ga dit. En daar had ik even keuzestress. Want ik ga deze dadelijk op wit matten. En in eerste instantie dacht ik. Zo. Maar toen dacht ik. Misschien zo. En toen dacht ik, weet je wat? Jullie mogen het zeggen. Wit of blauwe ondergrond? Ik wacht het af, wat jullie het leukste vinden. Dan ga ik me niet mijn zientje op zoeken. Want ik vind het zelf, ja, wit maakt wat frisser. Het blauw maakt het wat zachter misschien. Wit. Wit. Helderder, hè? Wit. Nou, we zijn het lekker eens. Wit, mooi, het wordt wit. En in eerste instantie, dat is waar, had ik bedacht van, dan ga ik hem nieten. Maar dat doe ik niet. Ik ga het met die kroppendaal even een paar gaatjes erin maken. En ik ga het met een touwtje doen. Waarom? Het is goud. En als ik nou op dat goud weer zilver, ja, dat kan je zeggen, je bent een kniezoor. Ja, dat ben ik nou helemaal af en toe. Maar ik dacht, goud op goud is veel mooier. Dat hoort bij elkaar. Dus ik heb nog van die gouden dingetjes. Maar dan moet hij, daarom wou ik hem nog niet vastplakken. Maar dan moet hij natuurlijk wel even, een klein tikje. Heel klein puntje. Ik denk niet dat we dat er doorheen zien. Want als je vellum gewoon gaat lijmen. Oh, ik moet wel even erg inhouden dat ik hem dadelijk de tekst goed omdraai. Hè? Als je vellum gaat lijmen. Dan wordt niet grappig. Dat vlek, dat is gewoon niet mooi. Dus dat moet je niet doen. Oh, dan moet ik even opkassen. Ik moet even een potlood. Waar is mijn potlood? Ik heb een pracht van een organizer. Hebben jullie vast wel gezien. En die staat zo lekker vol, dat ik het niet kan vinden. Wat ga ik ongeveer? Ga ik het een beetje netjes doen? Maar wel, hè, deze keer. We gaan hem op ongeveer een centimeter van de kant. En dit is een centimeter van de kant. Dit zie je toch niet meer, dus ik kan hier achterop gewoon even tekenen. Ik wil even een beetje netter. En dan is het 5,5. Dus als ik hem op 1 doe. Oh, die zat eigenlijk al op 1. En die. Ga ik daar even twee gaatjes maken. Normaal gesproken doe ik het eigenlijk niet netjes. Dan denk ik, het is handwerk. Hup. Ik kan al hem erdoor. Even zien dat ik het kleine gaatje pak. Want nu wil ik hem ook. Dus ik ga hem even, ik kan hem al wel zo vastplakken. En dat is nou handig dat je dat kleine beetje even geholpen hebt. Dat hij iets of wat vast zit. Want anders dan zit eigenlijk heel de boel scheef. Omdat er, oh! Shit. Ja, je moet wel gaatjes maken. Ik wil die gaatjes door en door. Nou, dan had ik op de voorkant moeten tekenen, maar op de voorkant zie je het niet. Dus we doen het er dadelijk nog een keer doorheen. En zo, plakken we hem weer even terug. Kijk, en nu zie ik hier die gaatjes, dus nu kan ik hem... wat een ellende dat dat zo donker is.
nog een gaatje. En dan deze erop. Het wordt weer een... ik dacht dat ik eigenlijk een korte, makkelijke kaart had uitgedacht. Maar geloof het weer niet, hè? Maar goed, het zijn jullie onderhand wel van ons gewend, hè? We zijn plakkers. Nou, die staat goed. Daar ga ik jullie niet mee vermoeien met dit ding, want dat is niet van Studio Light. En ik promote Studio Light. Het is wel een handig ding. Dat wel. Maar die kan aan de kant. Dan heb ik in ieder geval, draai ik hem om. En dit wordt mijn basis, dus die kan vast. Wow, dan zijn we al een aardig stukje. Oh, dat plakt natuurlijk niet. Ik zal nog even een beetje gewone lijn pakken. Ik zit... Als je het met wit mat... Ja, oh ja, ja. Oh, dat is goed dat ik dat op tijd lees. Ja, want mijn touwtje moet er nog door. En ik had een touwtje. Volgens mij paste dit er leuk bij. Ja, dankjewel hoor voor de tip. Nietjes, eyelets, breads. Ja, daar kan je ze allemaal mee vastzetten. Dan is je lijm, dan zie je geen lijm. Wat ik ook al wel gedaan heb. Ik zit even buiten beeld, maar ik moet even mijn draadje door dat gaatje. Wat ik ook al gedaan heb, is met... gewoon onder de... Gaat natuurlijk niet. Onder het goud. Als je een heel klein beetje daar je lijm onder doet. Dat gaat ook. Oh, wat ben ik blij. Ik weet niet meer wie die tip gaf. Maar ik zit altijd te kletsen. En dan, ja... Als je daar niet goed op let, dan ben je je gaatjes inderdaad weer kwijt. Had ik dat wel weer op kunnen lossen hoor, maar dit is mooier. Oh, was jij dat maar? Ja, dankjewel. Ja, en weet je, dat is dan net of dat zo moet zijn, dat ik dan net even kijk, hè? Ik ga weer even staan, want dan kan ik even goed kijken hoe die komt. Want dat is natuurlijk wel met dat tape. Daarom doe ik er altijd graag een beetje lijm bij. Want dan kan je nog iets of wat schuiven. Nou. Ik weet niet of ik een strik maak of dat ik er gewoon een knoopje op ga leggen. Ik denk een strikje. Maar dan moet hij wel. En dan draait hij altijd even. Hè? Dat is niet erg. Ik vind de touw nooit zo makkelijk strikken hoor. Maar ik vind het wel leuk. En dan staat er Little Girl with Great Big Plans. Kleine meisjes met grote plannen. Nou, dit moet wel kunnen zo, hè. Ik kan hem nog ietsje opzij schuiven. Dat is het voordeel van die. Eyeletjes. We gaan dat afknippen. Even de andere schaar erbij, die wat beter is. Nou, die was beter. Ik geloof dat ik... Vroeger had ik met mijn moeder altijd... mijn moeder is een coupeuse, moet ik netjes zeggen, geweest. Coupeuse. En zij... Zij had speciaal een schaar voor het naaien. En dat was wel eigenlijk wel heel erg handig. Nou, ik had deze, die had ik er twee. En die had ik dus bij de vorige wel geniet. Dus ik ga dit denk ik toch maar wel nieten, want dan zit het sowieso vast. Ga ik het gewoon maar met tapeje plakken ook misschien. Tape en een beetje lijm plakt ook. Ja, ik vind... raar is dat, maar zilver en goud, dat vind ik niet zo... Ja, ik heb het niet aan ook, zilver en goud. Ik heb goud aan en wit goud. Moet ik even voelen waar dat flapje is, want die wil ik dan bedekt hebben. Dan ligt daar niet zo de focus op. Die komt hier. Dat,
Ja, dat kan je niet anders of zo. Even een beetje dat spul die kant op. Weer al te laat. Oh, maar je kan het altijd terugkijken. Ik probeer het vanavond nog op YouTube te krijgen. En anders toch zeker morgenochtend. Komt op de Studio Light YouTube kanaal. En het komt op mijn YouTube kanaal. Dus wat dat betreft, vele kansen. Ik heb netjes al van tevoren, ik ben vanmiddag al bezig geweest, al de randjes er even af zitten te knippen. Want dat vind ik dan storend. Dus die zijn eraf. Kijk eens, nou is het voordeel. Nou zit dit er natuurlijk op. En die gaat er dadelijk boven overheen, dat is waar. Dus ik moet hem nog niet vastdoen. Wat wou ik nou zeggen? Oh, dan met dat mica, dan zit je ook met lijmen. Dus dan, anders zie je dat er doorheen. En nou kan ik onderaan dit lijmen. Wat ga ik nu maken? Nou, dat meisje. Onze Gianne. Die komt erop. Die ga ik een beetje zo. Ja. Je ziet dat ik dus de haartjes ook vrij geknipt heb. Want dan zit er altijd van die hele kleine witte strookjes nog tussen. Dat heb ik vanmiddag allemaal netjes af zitten knippen. Ik denk, dat wil ik er niet op. Nou, die gaat zo. En dan gaan we het envelopje maken. En daar moeten magneetjes in. Dus ik moet eerst even heel goed nadenken. Want ik moet hier twee magneetjes in hebben. Aan de binnenkant. En die moeten niet te breed zitten. Nou, hier zitten al gelijk als je hem stand zitten de rillijnen erin. Dus dat is ook wel heel fijn. Dus je hoeft in principe niet zoveel eraan te doen. Deze kan je nog dichtvouwen. Dus dat komt zo. Die komt zo. Die magneetjes die wil ik hier hebben. En dan ga ik dadelijk laten zien waarvoor. Bij de andere die ik me voorbeeld, daar was ik ze dus weer vergeten. En dat was natuurlijk niet slim. Ze zijn daarna er nog wel weer opgekomen. Maar dan moet je gaan zitten friemelen. Dan moet je in dat zakje gaan zitten frotten. En dat was niet zo prettig. Dat was niet zo makkelijk. Dan moet ik hele kleine stukjes tape. Oeps. Ik had een heel klein stukje. En ik weet nou niet meer waar het is. Het ligt eronder zeker, ja. Dit doe ik maar een beetje op de gok. En waarom? Ik weet natuurlijk wat daarop gaat komen. Maar er komt een... Ik zal het even laten zien hoe het eigenlijk de bedoeling is dat het komt. Ja, die krengen die... Hij komt zo, zo, zo. En dan komt hij dichtgeflapt en dan komt hij zo. Nou, dan moet je zorgen dat dus de boel dichtgehouden wordt. Ga ik dit nou alvast dicht doen, dan kom ik er bijna niet meer bij. Dus, althans dan moet je gaan mikken. Dat was niet zo makkelijk. Dus ze doen ze er gewoon eerst op. Dit is ook een magnetische plaat, dus dat is wel handig, hè? Hier blijven mijn magneten ophangen. Zo, nou kan ik hem dichtmaken. En dat doe ik wel met die met tape. Niet helemaal langs de rand. Eigenlijk moet je gewoon de rand van het flapje pakken, deze rand pakken. Dan weet je zeker dat je goed zit. Dat je niet te breed gaat. Maar ja, ik heb er al een paar gemaakt, dus ik durf dat wel zo. Ja, dat zijn hele kleintjes, hè. Die zijn grut. En die heb ik ooit eens gewoon bij zo'n magnetenzaak gekocht. Dat zijn echte minietjes. Denk ik, koop er gelijk een dot. Dan kan ik jaren vooruit, want je gebruikt ze niet zo vaak. Toen heb ik eens een keer een album gemaakt. En ja, dan heb je er natuurlijk veel nodig. Dan zitten de collega's waarschijnlijk te kijken en die zeggen zeer waarschijnlijk weer, ah, ik doe dat anders dicht. Maar goed, ik doe hem zo. Zo. En nou komt dit, maar dat wilde ik nog matten op wit. Dus dan komt mijn wit weer mooi terug. Dus dat ga ik eerst even doen. Hoe laat leven we al? 15:15. Het wordt weer een race.
tegen de klok. Want deze komt hier en daar komen mijn magneetjes onder. Die andere had ik eerst, die had ik niet gemat. Even kijken hoor, dan moet ik even mijn kleine liniaaltje. En mijn snijmesje. Ik denk dat er wel mensen zitten te kijken, dus mochten jullie heel veel vragen hebben, die worden vast ook wel beantwoord. Ja, magneetjes, wil je weten hoe groot ze zijn? Want ik wil best wel even kijken hoor, dadelijk, hoe de maat. Ik durf het zo uit mijn hoofd niet te zeggen, maar ze zijn heel dun ook. Maar je koopt ze ook volgens mij al wel tegenwoordig gewoon in de hobbywinkels hoor. Die hebben ze ook al. Dit kan weg. Graag even opgeruimd. Anders moet ik dadelijk zoveel zooi ruimen. Nou, dit moet ik even knippen. Dat kan ook met dat lineaaltje, maar ik vind dit dan weer net handiger om te knippen. Het lineaaltje is net iets strakker. Maar ja. Zoals we zo vaak zeggen, het is handwerk. Kijk, die komt hierop. En dan hieronder komt de magneet. Dus dan doen we dat. Eerst even kijken hoe die valt. Daar één. Ik had er al één volgens mij, maar ik zie hem alweer niet meer. Hij zit aan de achterkant. Dan weet je, als je dat doet, dan weet je waar het tapeje moet. Van je, aan welke kant. Alleen ja, weet je, het zijn wel hele kleine dingetjes. Maar het lukt. Dit zijn echt van die prutsdingen voor mij, dat denk ik van oeh. Maar goed, het hoort erbij. Dan willen mijn handen niet. Niet wat ik wil. En dan kan ik wel eens even een beetje kriegelig worden. Even mijn ding draaien. Even mijn prikpennetje. En dat is zo vervelend. Hè? Want dan gaat dat tapeje wilt eraf. Maar dat magneetje is magnetisch. Hop. Die zit vast. Oh, dan moet ik eerst een klein stukje knippen. Oh, zie je wel, want die zijn er wel. Die stansjes die bij de label zitten passen precies hierop, hoef je niet te knippen. Ja, dat klopt. Deze bovenste heb ik gestanst. Maar die matlaag moet je wel even. Ja, je kan de volgende pakken. Maar ja, dat vind ik dan te groot. Dan krijg je een hele grote onderlaag. Ik wil altijd maar een heel smal matlaagje hebben. Ik gok het even. Er zal vast een stukje zijn wat plakt. Zou het niet? Nee, je moet niet daarop, jongen. Kijk. Gaat net iets makkelijker als op dat kleine prutsdingetje. Nou, en dan komt die weer daarop. En dat doe ik ook maar even met die tape, want dan zit het goed vast. Als ik het beginnetje kan zien. Maar je kan dus, voor de kaartenmaaksters zit gewoon heel veel in deze lijn. Het is voor stempelaars, het is voor mensen die graag met stansen werken. En het is voor mensen die heel graag met plaatjes werken en papier. Nou, er zit gewoon heel veel in. Ik vind hem gewoon heel leuk. Ze hebben hem gewoon heel goed uitbedacht weer. Dat zeg ik altijd, hè. Maar ik mag ook gewoon promoten wat ik leuk vind. Dat is natuurlijk ook wel erg leuk. Nou, dan moet dat lijmpistool nog aan natuurlijk. Dat ben ik weer vergeten. Dit is op zich nog niet zo'n ramp. Ik ga... Er liggen hier heel die zaak met de magneet. Oh, dat zou ik even opmeten voor iemand. Deze zijn maar...
halve centimeter. En dan geloof ik dat ze maar iets van 1 mm dik zijn. Dus dat is echt inimini. Even kijken, want deze plak ik dus zo op hier. En dat ga ik... die had ik eigenlijk aan de andere kant bedacht. Nou, dan ga ik het zo doen. Dan ga ik het helemaal andersom doen. Wordt het helemaal een totaal andere kaart. Moet kunnen. Ik ga hem gewoon vastplakken. En hoe komt dat? Bij die andere heb ik bloemetjespapier gepakt. En dan maakt het natuurlijk niet uit waar die bloemetjes zitten. Maar nu pakte ik hartjes. Ik dacht, oh help, de hartjes staan zo. Want je kan hier zien, staan de hartjes op zijn kop. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Daar zie je ook niet zo heel veel van hoor. Maar dan gaan we het eigenlijk gewoon zo doen. En dan is die ook weer gevuld. Ja. Dan doe ik hem gewoon niet zo heel laag. Of wel, doe ik hem tot op de bodem. Wel tot zo. Ja, wel tot zo. Ga ik dat wel gelijk doen? Dat kan, hè? Ja, dat kan. Lekker, hè? Ik zit lekker te kletsen. Even denken. Hier moet een beetje tape op. Dat zullen we eerst even doen. Inimini. Mini. De bovenste doe ik dus een beetje verhoogde tape. En waarvoor? Ik moet een afstand overbruggen. Ik moet deze afstand hier overbruggen. En dat lukt zo, dus dat is prima. Want ik heb een envelop hier van onderen. Kijk, en daarom vind ik het zo makkelijk, die kleine strookjes erop. Want daar plak ik hem aan vast. Kijk, de vorige kaart had ik vast geniet. Zoals ik al zei, maar ja, dat nieten, dat gaat nou even niet. Omdat het dan, hé, dat ruimt. Omdat het, ja, vind ik niet mooi. Zilver maar goud vind ik niet mooi. Ik vind het wel leuk dat hij nou toch eigenlijk weer heel anders is. Mand, lijmpistool. Hier komt eigenlijk een beetje van dit spul. Ja, dan moet je wel blijven liggen. Ik had een poesje hier. Dat is voor dat. Nou heb ik nog deze kaartjes. En die ga ik er even uithalen bij de andere. En dan ga ik net doen of jullie helemaal van niks weten. Maar die ga ik gewoon even namaken. En dan moet ik eens even denken, want dan gaat die ook op wit. Niet op blauw. Want als je de ene op wit doet, moet je de andere eigenlijk ook op wit doen. Dat is wel zo. Dus ik moet even de kast in. Even een stukje papier. Is dit groot genoeg? Ik denk het wel. Oh, er zit lijmlaag op. Dat kan niet. Echt. Dit is ook groot genoeg. Matte op groen staat erop aan de achterkant. Ik heb voor mezelf al wel een beetje tips erop gezet. Want door het gekletst, dan vergeet ik soms wat. Hè? Vergeet ik gewoon helemaal naar jullie te kijken. De bevestiging. Ja, van die dingen, hè, van het Mika. Ja, soms is ze slim. Nee hoor, dat is gewoon even goed opletten wat anderen doen. Even goed nadenken, ervaring. 32 jaar ruim kaarten maken, dan... ja, dat is al een heel end echt. Dus dan weet je eigenlijk best wel... en toch vergeet je dan ook weer dingen. Dan ben ik mijn mes ook kwijt, want ik ben zo snel met opruimen iedere keer. Is dit ook een goede? Ja. Ik moet even voorzichtig, want ik heb geen zin om hem twee keer te doen. Anders ga ik hem gewoon uitknippen. Ik voel hem niet. Waarom niet? Nee, het papiertje is te dun. Het werkt niet. Ik knip hem wel even uit. Ik ga net zo snel. Dan maar iets minder strak. Strak in de lak. Maar anders dan ben ik dadelijk dubbel kwijt, want dan moet ik hem en nog een keer overnieuw doen. Want ik garandeer dat ik missnij. Als ik hem niet voel, dan kan je hem niet, dan kan je het randje voel je niet goed, dus dan kan je gewoon niet snijden. Dan gaat het gegarandeerd mis. Nou, andere tool.
Staat hij niet op de groot? Nee hoor. Zo grappig. Dit ding had ik op een beurs gekocht. Ben ik ook een keer mee bezig geweest dat ik dacht van... Het is toch raar dat er maar één dingetje in zit. Blijkt dat er dus hier een ding in zit. Verstopt. Daar was ik heel blij mee. Stukje lint. Klein stukje. Dan heb ik het bovenkantje al redelijk goed. Dubbel gevouwen lint. En dan kan je hem door het lusje doen. En dan moet ik eerst mijn basiskaartje even vast plakken. En je kan er dus voor kiezen om hier geld in te stoppen in dat envelopje. Dat is natuurlijk ook erg leuk. Maar ik heb er dus voor gekozen om gewoon een kaartje. Want ja, ik weet natuurlijk niet. Alhoewel, ik heb waarschijnlijk al wel een bestemming. Voor een jarige. Dat is nu wel, hè, in coronatijd. Dan moet je gewoon, het is... Kaarten sturen naar verjaardagen. Je gaat er niet meer heen. Althans, heel weinig. Heel weinig. Bij mij verjaarde deze man 2. En ik geloof niet dat er voor één of de ander, misschien opa en oma even. Maar dan heb je het wel gehad. Want het kan niet. En nou ben ik in de gauwigheid, vergeet ik nog wat. En ik denk niet dat ik deze nog los krijg. Ik ga het wel proberen hoor, want dat is mijn basis voor mijn washi tape. Ja, dat gaat nog wel. Er gaat altijd wel wat verkeerd, hè? Maar ik wilde dus nog een beetje washi tape erbij. En dat zijn de washi tape met de... gebakjes, of donuts en lollipops. Want als je die... Kijk, nou, ik vind het niet altijd storend. Nou heb ik zoiets van, oké, dat mag er nou zo overheen. Maar het gebeurt ook heel vaak dat als ik zoiets heb van, nou, die kleuren moeten helder zijn. Voor mij, dan plak ik hem eerst op wit. Of dezelfde kleur die daarin zit. Moet ik even kijken, want ik vind... Die teksten ook wel leuk. Lovely. Dat past net niet natuurlijk. Nice, pretty, sweet. Ik weet niet of jullie van de washi tapejes zijn. Ik moet eerlijk bekennen, ik in het begin helemaal niet. Maar ja, wij moeten natuurlijk promoten. Maar ik vind het juist nu juist weer heel leuk. En vooral bij deze kaarten vind ik het heel leuk. Echt die van die girly curly meisjeskaarten. Kijk, en we zien er niks meer van dat die eraf geweest is. Maar dan is je washi tape mooi aan de achterkant rondgeplakt. Dus dan gaat dat ook sowieso niet los. Daarom doe ik dat liever eromheen. Ze heeft nu vriendinnen die haar vader en broer hebben corona. Oh, vreselijk. Nou, ik zou je vertellen, een nichtje van me heeft ook corona. En die heeft zich 2 dagen ellendig, of 1 dag echt ellendig gevoeld. En ja, het is gelukkig weer beter. En de rest van de familie heeft zich ja, ook niet echt vervelend gevoeld. Dus of die het nu wel of niet gehad hebben, dat kunnen ze zelf ook niet echt zeggen. Ik heb wel gezegd, je ziet mij voorlopig even niet. Blijf even uit de buurt. Maar... Ja, ik denk dat je er eigenlijk bijna niet meer aan ontkomt. Helaas, pindakaas. Nou ga ik wel 1 keer mijn niet-machine gebruiken. Waar is mijn kant? Of mijn lint? Want, dat ga ik dadelijk ook laten zien. Ik ga een klein lintje eraan maken, aan mijn kaartje. Want anders krijg je hem er haast niet uitgepulkt. Dus als je dit nu even dubbel vouwt. Op deze goede lengte. Dan moet je wel even een beetje recht knippen natuurlijk. Dat is wel zo netjes. Maar de voorkant zie je niet hoor.
Maar ik zet er een nietje op. En ik doe het nietje aan de mooie kant aan de achterkant. Zo zit hij vast. Zal ik hem nog een keer doen? Zit hij sowieso vast. De achterkant vind ik dan niet erg. Maar dan is die toch mooi. En ik had hartjes gestanst. Twee kleintjes. Ik denk dan plakken we die weer mooi over dat dingetje heen. Over dat nietje. En dan zie je aan de voorkant niks dat je dat nodig gehad hebt. Maar je zal het tellen. Oh, ik moet hem niet te hoog plakken. Lijmpistool werkt makkelijker. Hij is heet inmiddels. Oh, ze ziet ze nu even niet. Nee. Ik mis de helft hoor, jongens. Ik zit zo in mijn kaart. Maar mochten er nog vragen zijn die ik beantwoorden moet. Als ze niet beantwoord al zijn door de collega's. Dan komt dat sowieso wel dadelijk. Dit zit dus ook allemaal, al die stansjes die ik nou ook gebruik, die zitten allemaal in die stansen set van dat boekje. Van dat envelopje. Heel klein beetje lijm. Zo. Die gaan weer weg. En daar had ik nog op bedacht een paar taartjes, want we gaan taart eten, want het is een feestelijk kaartje. Waar had ik dan die bloem nog bedacht? Dat weet ik nou weer niet meer. Oh ja, daar. Ja. Dit is voor de voorkant. Deze wil ik nog hebben. Oh, dan ben ik er al bijna. Dan valt het nog niet tegen, geloof ik. Nou, ik ga niet nadenken. Ik ga gewoon plakken. Ik zie wel hoe ze erop komen. Ja, dankjewel. Ja, maar daarom. Je kan met die missies zoveel leuke dingetjes doen. En dit is nou gewoon heel simpel die cuts. Dus je moet even die plaatjes, die haal je eruit. Een beetje washi tape erop. Kleine labeltjes. Die gaan we zo plakken. Je kan er echt heel veel kanten mee op. En wat ik al zei, ik ben een volwassen persoon. Ik zou er zelf ook gewoon blij mee zijn als ik hem kreeg. Nou, waarom heb ik dat lusje dus erin gedaan? Oh, had ik dat nog? Nee, dat komt hier aan de andere kant wel. Als ik hem nu dus open doe, dat ga ik even doen. Die moet er natuurlijk in. Ik ga even helpen, want ik zit natuurlijk met mijn magneetjes. Zo, en ik zit hier met mijn... Nou, dan gaat je kaartje gaat er helemaal in. Ja, en ga dan maar proberen om hem eruit te krijgen. Dus ik had dit als oplossing. Ik denk, nou, dan hebben we een klein lusje. Huppakee. Ja, je moet even opletten, want er zitten magneetjes aan natuurlijk. Dus die doen we dadelijk zo weer terug. Ik ga nu nog even dit spulletje erop doen. Oh, dan weet ik het al nog wat ik nog wel doe. Want ik vind hem hier van boven. Ja, misschien wel, misschien niet kaal. Kijk. En dit is een, wat is dit, een poesje? Een beestje. Een missie pet. Noemen we die. En een missie pet lust ook taartjes. Of zijn het donuts? Oh nee, macarons. Zal ik je eens heel eerlijk vertellen, die heb ik nog nooit gegeten. Geen idee hoe dat smaakt. Lijkt me ontzettend zoet. Nou, en dit zijn eigenlijk van die lollipops. Of lollies. Ik heb de stelen eraf geknipt. Ik denk, dan heb ik hier ook nog wat. Zo. Nou, dan past die er dus in. Zal ik daar nog wat doen? Zal ik hem zo laten? Eigenlijk is die vol zat, hè? Kan daar misschien iets van... Nou, tekst hoeft ook niet. En ik heb daar die tekst al. Je zou er nog iets van een wit... Oh, nee, ik heb geen zwart, hè? Nee, zwart heb ik niet gebruikt.
Nee, dan ga ik er ook geen washi-tapeje meer op doen. Dan denk ik dat ik hem zo hou. Ik ga er even een paar platte pareltjes nog op doen. Oh, ik had nog een bloempje. Vergeet ik toch helemaal. Nou, die... Even kijken. Die had ik eigenlijk daar bedacht. Dat is waar. Nee, ben nog niet klaar. Ik moet nog een bloem op. Oh, het is 9:05. Oh, excuus. Ja, nou ja, Facebook houdt me er gewoon lekker in. Die vindt het ook prima. Dus we doen het bloempje nog. En dan daar een paar pareltjes. Oh, weet je wat wel leuk is? Je kan, dat kan je dus met die... ik ga die sequins wel gebruiken. Sequins. Ik ben net zo van Chateau Meiland. Hè? Die praat ook half Frans, half Nederlands. Je lacht je naar. Dat is een peuflauwer. Zoiets, bijvoorbeeld. Een petit peu. Hoppakee, hij kan nog omhoog. Ja hoor. Ik zat natuurlijk met zijn oortje van die missie. Hupsa. Dat zal ik jullie nog laten zien. Want dan kan je gewoon ook die... En dat doen we gauw, hè. En dan komt het goud nog een beetje terug. Want daar zit ook goud. En dan pak ik niet de allergrootste. Maar dan pak ik... Oh, dat zijn er te veel. Maar die gaan dadelijk wel terug. Dan is het gewoon... drie stuks. Dan hebben we een goed oneven aantal. En dan is dat hoekje toch gevuld. En toch niet overdanig. En dan vind ik hem eigenlijk wel klaar. Dan vind ik het genoeg. Even deze dingetjes terug. Je ziet het. Wat dat betreft ben ik wel een zeeuw. Want ik ben wel zuinig. Op dat gebied. Na 4 uur gooien ze je er pas af. Nou, zo lang was het niet van plan om door te gaan. Dan komt mijn man kijken hoor. Dan denkt hij, we gaan niet goed daar. Nee, dat vindt hij niet grappig, denk ik. Goed, ik heb weer een leuk kaartje gemaakt. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat ik de twee dames om heb gekregen om toch wat met de missies te gaan doen. Want ze zijn echt wel leuk hoor. De missies. Nou, en die kan hier dan mooi in. En dan hebben we een schutmissie. Oh, ik zou bijna mijn hart onthoofden. Dit schudt nog een beetje. Nou, is toch hartstikke leuk zo. Oh, hier zit nog een dotje lijn. Eigenlijk had ik hier nog een magneetje moeten doen, zie je? Ga ik nog wel doen hoor, maar daar ga ik jullie nou niet meer mee vermoeien. Maar ik zal hier nog een magneetje aan de achterkant gewoon en aan de binnenkant. Dan blijft hij mooier zitten, want hij gaat nou een beetje omhoog staan. Dat is niet mooi. Kom omdat dat kaartje erin zit. Even zien hoor. Ik heb... Mijn muis doet het niet. Oh, er gaan er al naar bed, zie ik. Nou, ik ga nog niet naar bed, want ik ga dadelijk dit op Facebook of op YouTube gooien voor jullie. Dat jullie het nog een keer kunnen zien. Ik zie wel dat het op beeld lijkt dit allemaal blauw. Maar het is gewoon meer groenig. Maar ja, dat komt omdat ik gewoon verkeerd licht heb. Dus zijn er verder nog vragen? Ik had als het goed is nog een mevrouw. Ik heb ze niet voorbij zien komen. Er was nog een mevrouw uit Zweden, want die zocht mij nog. Daar heb ik contact mee gehad. En nou ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En volgende week ben ik weer live, maar dan niet hier. Dan zit ik bij Noor op dinsdagmorgen, ook met de missies. En dan ga ik met de stanzen werken. En volgende week dinsdagavond zit Marianne weer op haar plek. En zij gaat dan de live doen. Ik weet niet wat ze gaat doen, maar... Dat komt maandagavond op de Studio Light pagina komt dat in beeld. En dan weten jullie wel wat. Goed, dan dank ik jullie weer voor het kijken. En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. Krijgen we de maat van de basiskaart. Oh, zal ik die even nog zeggen? Ja, dat is een goeie. De basiskaart. De witte is 14,5 bij 20,5.
En dan iedere keer 4 mm eraf of een halfje eraf. 14,5 bij 20,5. Oh, is Karin op Hoshanda? Oh, geweldig. Nou, dan kunnen we daar ook nog een week kijken. Oh, nou, de groet aan je man. Leuk dat hij meeluistert. Nou, dan ga ik nu stoppen. En tot de volgende keer. Oh, Marianne gaat kerststempels kleuren. Dus de mensen die allemaal van kleuren houden, volgende week dinsdagavond 8 uur kleuren. En kerstkaarten. Denk dat ze kerstkaart gaan maken. Fijne avond allemaal. Doei doei.